Hallo allemaal. Vandaag gaat Lulu met mij een lesje doen over rekenen. Daarvoor heb je nodig een paar blokken. Dat kan Duplo zijn, dat kan Lego zijn of gewone bouwblokken. Als het goed is, hebben papa en mama al wat gepakt. We gaan beginnen met van elke kleur één blokje plakken. Misschien lukt dat niet bij jou, maar dan mag je gewoon verschillende blokjes pakken. Een rood blokje, een blauw blokje, een geel blokje en een groen blokje. 1, 2, 3, 4. Leg ook maar 4 blokjes neer. Kun jij nu bij elk blokje één blokje erbij opzetten? 1, 2, 3, 4. Hoeveel blokjes heb jij nu? Goed zo, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je weet nu hoe je de juiste kleuren bij elkaar kunt zoeken. Nu gaan we wat anders doen. Nu gaan we een trappetje maken. Een trappetje van blokjes. We beginnen met één blauw blokje. Dan pakken we 2 groene blokjes. 3 rode blokjes. En 4 gele blokjes. 1, 2, 3, 4. Nu jij. Heel goed gedaan. Sommige kinderen vinden dit misschien wel een beetje makkelijk. Daar ga ik het een beetje moeilijker voor maken. Ik ga ook andere blokken erbij pakken. Ik heb hier een heel lang blok. En een iets kleiner blok. Die zet ik hier op. Nog een iets kleiner blok. En een klein blok. Dus we hebben een heel groot blok. Een iets kleiner blok. Nog een iets kleiner blok. En een klein blok. Van groot naar klein. Nu jullie. Goed zo. Was dit nog steeds te makkelijk? Papa en mama, misschien kunnen jullie iets heel moeilijks bouwen als je kindje gaat nabouwen. Kijk maar mee hoe ik bijvoorbeeld iets in elkaar zet. Een grote. En nog een grote. Die zet ik vast. Hier een blokje. Daar een blokje. Daar erop. Tunnel. Kleine tunnel. En heel hoog. En hier nog één. Dat is een voorbeeld. Papa en mama weten vast ook nog wel een leuk idee. Dit is een lesje over ruimtelijk inzicht. Dit kun je thuis ook oefenen. Met Lego, met Duplo of met gewone blokken. Succes! Dag kanjers!